proef naar cola. Er is niks wat ik fijner vind dan zacht karton. Je ruikt het, hè? Ja. Dat is mijn theorie. Wat ik. Hi, ik ben Alwin en ik ben filmmaker. Naast het maken van films heb ik nog een hobby. Namelijk eten. Ik ben dan wel geen food professional, maar vind het wel leuk om jullie elke donderdag mee te nemen in de wondere wereld van eten. Hey, weer. Van het testen van nieuwe producten uit de supermarkt in de serie Vet Benieuwd, tot aan het namaken van eten van fastfoodketens in de serie Vet Nagemaakt. Alles kan in Vet Gezellig Eten. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Vet Gezellig video. Het is donderdag, dus tijd voor een eetvideo. En ik ga vandaag Coca-Cola vergelijken met huismerken. Je hoort het, Guilaine gaat vandaag de huismerken versus de normale Coca-Cola proberen. Mocht je mijn vlogs volgen, weet je dat Guilaine in 2021 verslaafd is geraakt aan Coca-Cola. En bijna elke vlog wel een colaatje zit te drinken. Ah, oh, schatje. Hoe vet er is, wat? Een minibar. Ja? Met cola erin. Je zit cola te drinken, zie ik. Ja. Hey, ik dacht dat je klaar was met dit. Een beetje missen. Deze maat leven van een budget, vandaar ook deze budgetversies van cola. Ik ga deze blind proeven en dan kijken of ik het verschil merk met Coca-Cola. Vergeet deze video niet te liken, te abonneren en laat in de comments even achter of je nog een leuk idee hebt voor een budget eat challenge. En wie weet gaat Alwin die dan uitproberen. Speciaal voor de gelegenheid een Coca-Cola trui gekocht. Net op mijn vet gezellig pin. Ik kan niet meer in de vibe komen dan ik nu ben. Ik ben echt, ik zit heel erg in de vibe. Colaatje nummer 1. Hij ruikt heel zoet. Proef naar cola. Ik denk misschien iets zoeter dan Coca-Cola. Hij ruikt vooral heel zoet. Dus dit zou gewoon Coca-Cola kunnen zijn voor jou? Kan, ja. Zou je het voor cijfer geven? Prima 8. 8, ja? Oké. Okay. Colaatje 2. Cola. Deze ruikt wel een beetje anders. Ruikt wat minder zoet. Ik ben benieuwd. Oh, deze is veel minder zoet dan de vorige. Ik vind deze minder smaak hebben. Maar misschien komt het omdat de vorige erg zoet was. Dat kan natuurlijk afleiding zijn. Ik vind Coca-Cola over het algemeen bijvoorbeeld minder zoet dan Pepsi. Pepsi vind ik echt een hele zoete versie. Die ik af en toe lekker vind, maar ik heb toch voorkeur voor wat minder zoet. Ik vind deze dus wat minder zoet. Ik vind hem iets minder smaak hebben. Hij ruikt een beetje chemisch. Maar verder niet verkeerd of zo. Ik denk 6,5. 6,5? 6,5. Ja, joh. Oké. Oh, deze heeft een iets minder sterke geur. Hij ruikt zoet, maar niet zo zoet als de eerste die ik proefde. Komt-ie. Prima. Niet heel zoet. Prik is goed. Ja, ik vind het niet een hele uitgesproken smaak. Maar dat vind ik voor cola eigenlijk ook niet onwijs. Dus Coca-Cola. Het is ook wat subtieler. Ik denk dat hier een suikerklontje minder in gegooid is. Echt bang dat mijn oordeel nu beïnvloed is door die eerste hele zoete cola die ik kreeg. Ik weet nu al dat het geen Coca-Cola was. Ik geef deze een 7. 7? Ja. Dit is mijn vriend. Ja, ik denk wel dat ik echt beïnvloed ben door die eerste. Ja? Ja. Hoezo? Maar dus, vind je zoet lekker dan? Nee, maar nu, omdat ik die zoete, vind ik dit weinig smaak hebben. Maar deze ruikt hetzelfde als de vorige. De tweede vond ik een beetje chemisch ruiken. De eerste vond ik heel zoet ruiken. En deze ruiken allebei gewoon cola-rug. Het smaakt hetzelfde als de vorige. Gewoon cola eigenlijk. Ik denk dat die eerste dus namaak is. Maar dat ze er gewoon meer suiker in gegooid hebben. Een tweede vond ik te chemisch ruiken. Okay. Die rook chemisch. En deze ruikt niet chemisch. Deze lijkt meer op Coca-Cola, vind ik. Ja, deze vind ik lekker, maar had net even iets meer smaak aan kunnen zitten. Dus ik geef het net zoals de vorige een 7. Wow! Heb je hiermee geschud of zo? Hier zitten heel veel bubbels in. Oh. Deze ruikt wat sterker dan de vorige. En hij bubbelt bijna eigenlijk niet. Er lijkt niet veel prikken te zitten. Komt-ie. Anders dan de vorige 2, 3. Misschien ligt het verschil aan dat ik Coca-Cola als met een rietje drink. Moment.
Heerlijk zo'n papieren rietje erin. Dat is niks wat ik fijner vind dan zacht karton. Nee, ik vind er een raar smaakje aan zitten en geur. Ik geef deze een 5. Een 5? Ja. De reden dat ik geen zero of light proef is omdat ik die nasmaak gewoon echt niet lekker vind. Geeft me ook een soort van meer dorst krijg ik daarvan. Omdat het zo droog voelt. Ja, dat is misschien een beetje een rare ervaring die ik heb. Maar nee, vind ik niet zo lekker. Heb je deze even laten staan? Nee. Hij heeft ook minder prik. Ruikt niet zo lekker. En bubbelt bijna niet. Dus de prik is niet echt aanwezig. Ben benieuwd. Oh, deze is wel lekkerder dan de vorige. Misschien komt dat ik de vorige echt niet lekker vond. Maar ik vind deze ook lekkerder dan de eerste paar. Niet de eerste, maar die daarna kwamen. Dan vind ik meer in de buurt komen van Coca-Cola deze. Dus die zou ik zeker een 8 geven. I give this een 8. Ik vind er wat meer smaak aan zitten. Want die vorige was, vond ik niet lekker. En die daarvoor vond ik een beetje flauw in smaak. Deze heeft meer smaak voor mij. Het vergelijkt met deze. Wat je er nu van vindt, omdat je nu meer hebt. Die eerste nog een keer. Deze ruikt wel zoeter nog, ja. Of die nou echt zoeter is, nee. Maar als je hem nou vergelijkt met deze twee, welke zou je eerst willen? Want omdat ze allebei... Nou, allebei extra lekker eigenlijk. Je vindt ze allebei lekker? Ja, ik denk dat ik die wel op... Dus ik hou echt van zoet. Hm. Ja. Nee, ik vind deze allebei best wel zoet en veel smaak aan zitten. Dus allebei een 8. Zeker echt alle goedkoopste vind ik het lekkerst. Hebben we nog trek in cola? Nou, doen we weer genoeg cola eigenlijk. Ik denk dat deze met die schuimlagen uit de blikjes komen. Dat is mijn theorie. Dat is een slechte theorie. Wat ik... hij ruikt weer hetzelfde. Als ik echt mijn speurdersneef erop dan kan ik wel eventueel een beetje chemisch ruiken. Maar ja... Laat ook eerlijk zijn, het is ook gewoon chemisch wat hierin zit. Ik ben benieuwd. Ja, toen hebben we net weer even wat minder smaak aan dan de vorige. Ik kan ook even zo'n emmertje hiernaast krijgen dat ik het ook eruit kan spugen. Ja, prima. Prima cola. Lijkt meer op Coca-Cola vind ik eigenlijk dan die vorige, maar ik hou gewoon van zoet. Ik vind het een 7. Prik prima. Geur, chemisch en smaak. Prima. Zoals u besteld hebt, een colaatje. Oh, vreemd geurtje. Ruikt een beetje naar benzine. Ja, serieus? Nee. Oh ja. Ja, 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 wel een beetje gek. Acteer je nu? Of, nee, serieus. Oh, ja. Je bent niet aan het acteren. Dat voorspelt niet veel goed. Ja, nou ja, we gaan het proberen. Ja, misschien iets zoeter, maar niet per se lekkerder. Niet per se lekker zoet of zo. Lijkt 6,5 denk ik. Ja, waarom een 6,5? Omdat ik me ook weer niet qua smaak heel anders vind dan de vorige. Een colaatje. Dank je. Nog één moment hoor. Hij is goed in de prik. Hij. Ja, over het algemeen vind ik de looks ook erg goed. Hij ruikt een beetje sopperig. Alsof je met drefts schoon hebt gemaakt en naar cola erin hebt gegooid. Zo ruikt hij voor mij. Niet overweldigd door de smaak. Gewoon basic colaatje eigenlijk. Ja, ik ben lekker. Ik denk 7,5. Ik zou hier zeker niet van denken dat het geen Coca-Cola is als ik deze voorgeschoteld krijg. Waarom deze beter? Omdat ik hier meer een Coca-Cola vibe van krijg. En die andere waren wat meer... Die andere waren net even wat minder in smaak. Moet je een van die twee nog even een keertje daarnaast proeven? Ja, doe maar nummer 2 dan. Dit is 3 volgens mij. Deze zit weer helemaal te schuimen, dat deed hij eerst niet. Ja, nu vind ik deze chemischer smaken dan die eigenlijk. Dus dan vind je die lekker, die een 7 gaf? Ja. Ik vind deze chemischer chemisch. Ruiken vooral. Ik snap wat je bedoelt inderdaad, ja. En ruikt die? Deze ruikt niet zo. Je ruikt het, hè? Ja. Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Ik zou ook voor deze gaan. Ja, ja. Ik vind deze minder chemisch. Qua zoetheid vind ik ze allebei hetzelfde eigenlijk. Maar omdat ik deze net een 7,5 geef en deze een 7, dan zou ik deze toch een 6,5 geven nu. Ik ben wel echt benieuwd of ik de Coca-Cola al gehad heb. Ik denk het wel. Of ik die dan echt een laag cijfer heb gegeven. Ik moet zeggen, ik vind het lastig te beoordelen als ik ze niet naast elkaar kan zetten. Dat is wel een donkere cola, hè? Oh ja, ja.
Oké, prikgehalte laag. Ja, ruikt een beetje vreemd. Maar ruikt wel zoet. Ja, deze vind ik wel lekker. Ja, hij heeft een raar smaak, hij is geen Coca-Cola. Hij heeft een vreemde smaak. Ik weet niet, ik kan het niet beschrijven, iets fruitigs of zo, maar het is niet helemaal Coca-Cola. Hij lijkt er niet onwijs op. Een 6. Interessante uitslag. Je mag je ogen zo even dicht doen. Dan ga ik ze voor je zetten in de volgorde wat het echt? Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, dus ga je... doe je je ogen dan dicht? Ja, ik doe gewoon zo. Oké. Je weet aan jouw linkerkant, dat is de slechtste. Beoordeeld en is de beste. Ja. En open your eyes. Huh? Ik heb een ander cijfer gegeven. Dit. Je hebt choice aan de groep. Letterlijk de goedkoopste cola vind jij het lekker. Echt? Deze twee zijn het goedkoopste, maar dat zijn wel... Ja, wat wel goedkoop. Erg. Ik ben echt dol op zoet. Je hebt de twee die we bij de Bas hebben gekocht, de Dirk, die heb je het lekkerste. Dirk ook echt. Ja. De gein is, ik heb twee keer maar op een gegeven moment cola, want je zat op een gegeven moment zo te twijfelen. Toen heb je nog een keer cola nog als één en laatste gegeven. Toen vond je cola ineens vies, niet zo lekker. Echt? Toen heb je hem 6,5 gegeven en daarvoor 7. Nu vond je geen is. Ja, ik snap het wel. Maar hij ruikt wel. Ik heb nog nooit de cola gerookt überhaupt. Ja, zo uit het flesje smaakt hij weer goed. Oké, dus je hebt deze een 5 gegeven. Deze een 6. 6,5, 7, 8. Ja, dus deze kreeg eerst een 7. Ja. En daar een 6,5. Ja. First choice, nu begrijpen we het. En één de beste. ja, bijzonder. Ja. Dus eigenlijk, want er zit allerlei verschillende soorten hoeveelheden suiker in. Dus er zijn ook echt andere samenstellingen die het doen, de smaak. Denk ik. Nou, dit was de taste test. Mocht je nou denken van ik weet nog wel leuke taste tests die jullie kunnen doen als we uit de budget zijn. Laat het zeker weten. Wat moeten we proberen? Geen zero producten, want die vinden we dus niet zo lekker zoals ik jullie al heb gezegd. Maar zoiets kunnen we nog wel vaker doen. Dus laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie maandag bij de nieuwe budget vlog. Ik ben blij dat we dit van tevoren hebben opgenomen. Want anders is het een beetje raar toch? Dat we allemaal cola zitten drinken. Ik vind het wel een bijzondere uitkomst als ik heel eerlijk ben. Ik had het niet verwacht. Zo'n kut word challenge. Ja. Ik heb zoveel speeksel dan in mijn mond. En dan ga ik kijken of ik niet naar Owen kan kijken. Blind testen. Oh ja. Ik zeg heel vaak budget. Budget. Nu weet ik hem hoor. Oké, let's go mate. Nu gaat het goed. 3, 2, 1, go.